Er is vandaag brand uitgebroken op het dak bij het Spinoza-gebouw in Nijmegen. Daar hebben we 11:20 een alarmering van gekregen. We zijn met 2 brandweerauto's, een hoogwerker en de officier van dienst is ter plaatse gegaan. Mijn collega's hebben in eerste instantie de brand geblust met de middelen die in het gebouw aanwezig waren. Het gebouw telt 10 verdiepingen, dus daar hebben we de eerste blussing mee gedaan. In die tussentijd is er een waterwinning opgebouwd met de droge stijgleiding. Daar is een nablussing mee gedaan. Verder heeft er een ontruiming plaatsgevonden. De monteur die aanwezig was, die heeft de brand gealarmeerd met een handbrandmelder. Daardoor is het alarm in het hooggebouw afgegaan. De BHV en de mensen, de BHV heeft de ontruiming gedaan en de mensen zijn ontruimd. Toen mijn collega's ter plaatse kwamen, was eigenlijk het gebouw al zo goed als ontruimd. Er is een goede samenwerking geweest tussen de brandweer en de bedrijfshulpverlener. Nou, er is dus brand plaatsgevonden op het dak in het Spinoza-gebouw. Daar waren monteurs aan het werk. Het technische gedeelte, de thermostaat, is een defect ontstaan. Daardoor is de temperatuur opgelopen en daardoor heeft er een brand kunnen ontstaan. Nou, er was alleen rookontwikkeling op het dak en dat heeft volgens mij heel Nijmegen kunnen zien. Er was een flinke rookpluim. Daarbij hebben we berichtgeving eruit gedaan om ramen en deuren gesloten te houden. Dat doen we uit voorzorg. Rook dat vrijkomt bij brand is nooit gezond voor je. In het gebouw zelf heeft geen rookontwikkeling plaatsgevonden. Er was wat verwarring vandaag over het brandalarm wat is afgegaan. Niet iedereen had dat gehoord. Dit gebouw is in 2 gebouwen opgesplitst, een hoog en een laag gebouw. Op het hoge gebouw daar heeft de brand ontstaan. Daar is het alarm afgegaan en het laag gebouw niet. Ja? Bij de ontruiming is ook gebleken dat iedereen veilig buiten is gekomen. Er zijn dus geen gewonden gevallen bij de brand. Ja, we zijn aan de pakken.